Immortals Fenyx Rising is misschien een beetje een aparte titel, maar wel een hele bijzondere game. Onze reviewer Wouter gaf het niet voor niets een 90. En wat deze gloednieuwe franchise nou precies zo speciaal maakt, dat gaan we jullie eens haarfijn uitleggen in deze video. You want this glory? Seize it! May the light of a thousand forges guide your way. Typhon grows stronger by the hour. I swear to you that soldier shall be our salvation. Welkom op Golden Isle. Deze prachtige fantasiewereld is geïnspireerd door Griekse mythologie. Kijk maar eens naar de gigantische beelden die er staan en de prachtige tempels. En jij, als hoofdrolspeler Fenyx, kan je op allerlei manieren door deze wereld voortbewegen. Vliegend met de vleugels van Daedalus, rijdend op verschillende dieren en ook klimmend. Want die standbeelden, daar wil je natuurlijk helemaal bovenop staan om van het prachtige uitzicht te kunnen genieten. Maar op Golden Isle schuilt ook gevaar. Het eiland zit vol met allerlei mythische schepsels, zoals cyclopen, minotaurs en monsters met meerdere armen. Die zijn er natuurlijk om mee te vechten en dat kan Fenyx maar al te goed. De combat is spectaculair en werkt precies zoals je wilt dat het werkt. Of je nou slaat met je hamer, je zwaard of schiet met je pijl en boog, Fenyx heeft alles onder controle. En er is weinig bevredigender dan een aanval perfect pareren of precies op het juiste moment ontwijken. Maar het is ook heel fijn om je trouwvogel Fosfor vuurballen op je vijanden te laten neerdalen. De vijanden worden steeds krachtiger. En om de soms beeldvullende monsters de baas te kunnen, zal Fenyx sterker moeten worden. Dat doe je bijvoorbeeld door Ambrosia en Charon munten te verzamelen en daar upgrades voor te kopen. Maar dat niet alleen. Ook de goden zegenen Fenyx met allerlei nieuwe krachten. En een beetje training heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Op een goede dag moet Fenyx sterk genoeg zijn om het op te nemen tegen Typhon, een van de dodelijkste wezens in de Griekse mythologie. Maar hoe fijn het vechten ook is, het is niet de grootste publiekstrekker in Immortals Fenyx Rising. Want als jij ook zo'n gamer bent die The Legend of Zelda Breath of the Wild een van de beste games ooit vindt, dan zou Immortals Fenyx Rising wel eens helemaal je ding kunnen zijn. Of je vindt het maar grof jatwerk, dat kan natuurlijk ook. Net zoals in Breath of the Wild word je in Immortals Fenyx Rising constant uitgedaagd door ontzettend leuke puzzels. Deze raadsels komen in allerlei soorten en maten. Soms ben je met grote stenen ballen in de weer, soms moet je zo snel mogelijk allerlei doelen zien te raken met je pijl en boog, of je bent lekker ouderwets een schuifpuzzel aan het oplossen. Maar wat je ook doet op Golden Isle, het is nooit voor niets. Want in je quest om Typhon te verslaan en de Griekse goden te helpen, kan je alle hulp wel gebruiken. Dus vecht, puzzel en exploreer je een weg door de rijke wereld van Immortals Fenyx Rising en laat je verrassen over hoe goed een game met zo'n gekke titel kan zijn.